Want het CDA zou het formatieproces frustreren. Voor het eerst komt er een keer echt nieuws naar buiten over het formatieproces. En de eerste scheurtjes zijn zichtbaar, want het dreigt uit te lopen op een grote mislukking. En dat komt door Sybrand Buma van het CDA, omdat hij zijn rug recht houdt wat betreft milieukwesties. Het AD heeft gesproken met mensen rond de formatieteams van de andere partijen. En zij blijken zich dus te ergeren aan Buma, omdat hij elke milieutax tegenhoudt. We weten natuurlijk dat GroenLinks er allerlei belastingen door wil jagen, vleestaks, verpakkingsbelasting, meer betalen voor de auto en voor het vliegtuig. En Buma is daar geen voorstander van en die doet dus ook geen water bij de wijn. En wat wel opmerkelijk is, is dat een CDA-prominent zich nu voor het karretje lijkt te spannen van die andere formatiepartijen. Want we zien ook in het AD het verhaal van Herman Wijfels, die dus kritiek heeft op Buma en een oproep doet op zijn partijleider om zijn strategie te wijzigen. Hij zegt, Buma is net Trump. Het klimaat zegt hem niks. En Wijfels staat erom bekend dat hij een groot voorstander is van milieumaatregelen, terwijl Buma altijd heeft aangegeven dat absoluut niet te zien zitten. En wat ook opmerkelijk is, is dat het er natuurlijk tot nu toe op leek dat vooral de VVD en GroenLinks er samen niet uit zouden komen, omdat juist die milieukwestie zo gevoelig ligt bij de achterban van de VVD. Maar volgens dit stuk zou Mark Rutte juist wel bereid zijn om toezeggingen te doen over klimaatkwesties. En is dus Sybrand Buma degene van het CDA die in dat gat springt. We hebben net even gesproken voor een eerste reactie met oud-campagnestrateeg Henrik Kruithof van de VVD. Dat verbaast me in ieder geval niet. Ik hoor ook uit de formatiekringen dat met name tussen CDA en GroenLinks het moeilijkste gaat in die besprekingen. Dus dat begrijp ik wel. En ja, ik vind het ook wel verstandig dat hij op die maatregelen, met name op maatregelen die heel veel geld kosten, heel veel belasting kosten, dat hij daarop dwars ligt, ja. Eindelijk dus nu wat berichten vanuit Den Haag over de formatie. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja, het duurt allemaal al verschrikkelijk lang en we moeten echt snel weten waar we aan toe zijn. De PVV heeft ook al om opheldering gevraagd daarover. En die noodzaak om te weten waar we aan toe zijn wordt alleen maar groter als je ziet dat er kennelijk veel problemen zijn. Dus we moeten weten, is het waar? Blokkeert het CDA? Dit ziet er niet echt uit alsof het gaat lukken. Nee, het lijkt heel problematisch. Dus we moeten weten, klopt het? Is dit een doodlopende weg? Komt er een andere partij in plaats van het CDA? We moeten echt weten waar we aan toe zijn en heel snel, het liefst.